Ik wil graag dit boek aanbevelen. Het is van Jean-Paul Dubois, een vertaling uit het Frans. In het Nederlands heet het De mensen leven niet allemaal op dezelfde manier. Tous les hommes n'habitent pas le même monde de la même façon. Het is een iemand die in de gevangenis zit en terugkijkt op zijn leven. Hij deelt de cel met een Hells Angel en dat levert hele leuke scènes op, heel intrigerend. Heeft een heel ander kijk op een Hells Angel. En het laat ook zien waarom hij in de cel zit op een gegeven moment. Het verhaal ontspint zich heel langzaam en heel boeiend. En er komt een nieuwe manager namelijk in zijn leven. En die vergroot zeer erg de boel zoals hij dat voor ogen had. Dit is een heel bijzonder leuk boek waar iedereen heel veel uit kan leren. Daarom tip ik dit.